Waar wil je mij hebben? Linksboven? Laat maar zien wat je kan, man. Dat is goed. Het is gevaarlijk wat je doet, hè. Dat moet je niet doen. Dat was toch gewoon even voetballend op, jongen. Oh, ja, man. En no. Yo, dames en heren. Ik ben hier met Mauro Savastano. Dankjewel, jongen, dat je tijd kon maken. Ik vind het tof dat je er bent. We gaan gewoon meteen beginnen met de vragen die ik voor je heb. Daarna doen we een potje FIFA. Kijken hoe goed je eigenlijk bent, toch? Denk je dat je goed bent, of... Ik ga nog niks zeggen, we zullen het zien. Oké. Hoe is het om bijna je hele leven al voor Ajax te spelen? Ja, super tof. Het is eigenlijk mijn hele opvoeding die ik heb gehad. Het is eigenlijk ook bij Ajax geweest. Ja. Om dan weer elke dag naar de club te gaan en zo. Ja. En ja, eigenlijk ook wel heel erg trots op mezelf. Dat, Want je speelt er al sinds 2007, toch? Ja, zoiets. 11 jaar al. 11 jaar? 11 jaar. Man. Het is alweer... Een aantal jaren. Ja, zeker. Waarom denk je dat je het zo ver geschopt hebt in het voetbal? Waarom jij zo hoog bent gekomen? Ik denk gewoon om het elke dag weer te kunnen blijven opbrengen. Om elke dag weer vroeg op te staan. Om naar de club te gaan. Eerst naar school, trainen. Het is toch voor... Die stap is extra. Die is andere een hele andere dag voor andere mensen. Snap ik. Vroeger toen iedereen buiten ging spelen en zo, blijf jij voetballen. Precies. Beter worden. Ja. Trainen. Ik denk gewoon de focus houden. Ja, zeg maar, mentaal sterk zijn. En, Hoe was het om 2 jaar geleden met het eerste van Ajax op trainingskamp te gaan in Oostenrijk? Want daar heb je ook je officieuze debuut gemaakt voor Ajax 1 tegen Dynamo Moskou. Ja. Hoe is dat allemaal verlopen? Hoe heb je dat ervaren? Ja, het kwam eigenlijk wel op het laatste moment, want we zaten in de voorbereiding. Nog met jong Ajax. Mm-hmm. En dus ik zou misschien met het EK meegaan, met onder 19. Maar uiteindelijk, voor Nederland? Ja, voor Nederland. Okay, ja. En uiteindelijk ben ik toch met het eerste mee op trainingskamp gegaan. Ja, toen ik het hoorde was ik wel erg blij. Ja, tuurlijk. Ik was 17 volgens mij, 17 jaar geleden. Mm-hmm. Met het eerste is altijd heel mooi. Daar droomt elke jongen wel van, denk ik. Ja, zeker. En ja, het was een super toffe tijd, man. Goed, lekker getraind, elke dag. Mm-hmm. Ja, officieus debuut gemaakt natuurlijk. Je leert natuurlijk ook veel van dat soort jongens, toch? Ja, of train je ook vaker met hen in Nederland gewoon? Of? Ja, wel af en toe train ik met ze. Mm-hmm. Tuurlijk. Wat denk jij dat je sterkste punt is als voetballer? Als je over jezelf moet zeggen. Ik denk dat ik aanvallende kwaliteiten wel goed zitten. Mm-hmm. Als opkomende toch? Back, ja. Mm-hmm. Goede voorzet. Ik heb mijn lengte mee wel. Dus, voor kracht ook waarschijnlijk. Ja, kan altijd wel beter. Mm-hmm. En je zwakste punt, weet je dat? Ja, kracht dan. Maar daar ben ik hard mee bezig. Het gaat wel goed, moet ik zeggen. Mm-hmm. En ik denk dat ik nog wel wat harder kan worden in het veld qua verdedigend. Gewoon iets verder bedoel je, iets verder op de man. Gewoon van denk ik, oké, ik moet mijn man opeten deze wedstrijd. Ja. En verder niet. Wat zou je doen als je geen voetbal zou kunnen doen? Dus stel je een leven voor Mauro Savastano zonder voetbal. Kan dat wel? Ik zou het me niet kunnen voorstellen eerlijk gezegd. Maar ik denk toch iets in de kleding. Kleding? Ja, mijn familie zit ook in een kledingbedrijf. Mm-hmm. Wat doe je naast voetbal het liefst in je vrije tijd? Want ik bedoel, we weten dat je eigenlijk altijd bezig bent met voetbal. Je moet altijd naar Ajax, je traint vaak 2 keer per dag. Je hebt wedstrijden. Maar wat doe je nou als je geen voetbal hebt, gewoon in je vrije tijd? Ja, meestal rusten. Mm-hmm. En, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen ook is. Om goed je rust te pakken, want je moet uiteindelijk toch de volgende dag weer op het veld staan. Mm-hmm. En waar zie je jezelf over 5 jaar op voetballend gebied? Of waar hoop je jezelf te zien? Ik hoop op het hoogste niveau wat er is. Het allerhoogste. Ja. En heb je een club in gedachten die je wellicht ooit zou willen halen, als je mocht kiezen? Deze? Ja. Goed zo, jongen. Heb je voor jonge kijkers die op dit moment kijken nog tips? Die denken van ik wil ook prof worden, wat moet ik daarvoor doen? Heb je een paar tips voor ze? Vooral genieten. Mm-hmm. Van het spelen ook? Ja, van mm-hmm. voor alles, ook de dingen eromheen. Ja. En gewoon altijd het blijven opbrengen, ook als het soms moeilijk. Soms denk je van mijn vrienden gaan nu de stad in. Niet doen. Maar gewoon focus blijf op voetbal. Gewoon, ja, blijf thuis. Of doe iets voor jezelf, waardoor je beter kan worden. Mm-hmm. En gewoon de focus houden. Duidelijk. Uiteindelijk, ja. Ik wil niet zeggen dat je er komt, maar tuurlijk. Het is wel, geloof gewoon in jezelf en blijf werken, werken en niet opgeven. Ja. Tips van Mauro Savastano, jongens. Dus. Wie zijn volgens jou de beste 3 voetballers van de wereld? Ja. Als je het rijtje moet noemen, 1, 2 en 3. Messi, Ronaldo en de derde. Ik denk dat Neymar wel. Suarez, Neymar wou ik zeggen, Neymar, ja. Neymar? Ja. Oké, dan heb ik nu, ik wil graag 10, ik weet niet eens hoeveel er zijn. Ja, snelle antwoorden in ieder geval. Ja. Gewoon snel kiezen, niet te veel nadenken. Okay, helemaal goed. FC Barcelona of Real Madrid? Barcelona. Messi of Ronaldo? Messi. Echt gras of kunstgras? Gras. Ja? Ja. Aanvallen of verdedigen? Aanvallen. Afmaken of de voorzet? Dus geef je hem liever af of maak je hem af? Afmaken. Ja, toch wel, lekker. Ja. FIFA of PES? FIFA. Lil Kleine of Boef? Lil Kleine. PlayStation, Xbox? PlayStation. Instagram of Snapchat? Instagram. Ja, zeker? Ja. Zou je kiezen voor Rihanna of Selena Gomez? Selena Gomez. Het zal eens niet.
Blond haar of bruin haar? Bruin haar. Billen of borsten? Billen. Oké, lekker man. Dan heb ik nog een paar dilemma's. 1 jaar geen WhatsApp of 1 jaar geen muziek luisteren? Dat is wel tricky man. 1 jaar geen WhatsApp. 1 jaar geen mobiele telefoon of 1 jaar geen voetbal? Ja, die is makkelijk. Ja, dat dacht ik ook. Geen telefoon. Zou je de Champions League liever winnen of het WK? Lijkt me best een moeilijke. Toch? Of? WK. WK liever winnen. Ja. Voor je land. Is toch... Voor je trots, alles, van je land. Ja, man. Precies. Zou je teruggaan naar het verleden en dingen veranderen? Of zou je de toekomst willen zien als je een keuze mocht maken tussen de twee? De toekomst willen zien. De toekomst willen zien. Je zou geen dingen veranderen. Ik zou dingen wel willen veranderen, maar ik zou liever de toekomst willen zien. Mm-hmm. Omdat je toch blij bent met wie je bent nu bent. Ja, het is gebeurd. Veel meegemaakt, veel geleerd waarschijnlijk. Precies. Lekker man. Nou, ik denk dat het tijd is voor een potje FIFA. Weet je al met wie je me gaat proberen te verslaan? Met Barça ook? Oh, ja, gaat het gewoon een Barça tegen Barça worden dan? Barça worden man. Nou, dat kan, is goed man. Dan pak ik de controllers joh man. Helemaal goed man. Oké, Barça tegen Barça man. Soms kan je thuis Mauro. Succes man. Jij ook vriend. De 4e aflevering, een potje FIFA met Mauro Savastano. Wat gaat het worden? Barça tegen Barça, jongens. Wordt een mooi potje, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Oké, ik moet nu focussen, hoor. Hey. Kom aan. Oef, wat een tricky bal dit. Ah! Ging er wel bijna. Kom maar. Dit is voor ons, tuurlijk. Really? Tegen Niels stond ik al in achter man, dus even kijken. Smokken met de muur. Kan je het een beetje... Gele kaart man. Oh, scheiden. Ja, tuurlijk. Het is gewoon een vals speler. Maar ik ga hem gewoon met Messi doen. Waar wil je mij hebben? Linksboven? Laat maar zien wat je kan man. Dat is goed. BAM! Niks, de eerste vrije trap die ik gemaakt heb in deze serie, serieus. Mijn keeper doet niks, zie je dat? Hoezo deed je niks? Wat gebeurde hier? Kijk mijn keeper. Hé? Nou, het was wel een lijpe vrije trap, maar wat doet hij? ik heb er geen woorden voor. Goed begin, man. Ja. Tjonge. Oh, je hebt wel die snelle kap in huis, dat heb ik al 2 keer gezien nu. Oeh, steekbal actie, man. Nee, boys. Come on, keeper. Nee. Goeie. Ja. Oh, jongens. Dit is hem. Goed zo. Tuurlijk, jongens. Kom op. We hebben hem. Ik zit er niet echt lekker in, moet ik zeggen, man. Nee? Nee. Ja, het probleem is, je hebt maar 1 kans, ouwe. Ja, precies. Oef. Kom op, boys. Kom op. Dat kan niet, man. Goed. Nog zachter, boys. Goed, Jordi. Beste speler van Barça, zo hard, man. Echt waar. Jullie al wel? Ja, man, ja, top. Geweldig, vriend. Echt waar. Hij is ook linksback toevallig. Is wel, nou moet kijken als linksback. Ja, echt toch? Ja, opkomend als wat? Jongen, wat hij in 2010 deed bij Spanje. Weet je dat nog? Ja. Hoe hij opkwam, jongen. Hij scoorde gewoon doelpunten. Ja, echt een topback is dat, man. Tenminste, snel, sterk, ja, fel. Precies, alles gewoon. Alles heeft hij voor een back. Een beetje net als Dani Alves. Alleen, denk ik, iets minder technisch. Ja, maar ik denk ook gewoon... Tenminste, ik denk dat hij aanvallend wel beter dan verdediger moet zeggen. Wie? Alba? Ja. Oh, boys. Zit je lekker te praten? Krijg je 1-1 om je oren? Daar zag ik even een paar mannetjes glijden, hoor. Dit bedoel ik dus. Dit bedoel ik met het praten en dingen. Dan word ik helemaal afgeleid, jongen. Snap het. Was mooi. Nee, was mooi. Was wel een herhaling waard. Lekker aanval, man. Eerlijk is eerlijk. René Iniesta. Kan hij natuurlijk niet zo traag dat hij is. Oeh. Oh. Goed. Gevaarlijk wat je doet, hè? Dat moet je niet doen. Ik was zo gewoon even voetballend op, jongen. Oh, ja, man. Ik zie het. Oh! Of dan moet je het een beetje spannend maken in de wedstrijd. Je denkt gewoon aan mijn kijkers, aan de spannendheid van de wedstrijd. Ja, tuurlijk. Moet je er ook van maken. Oh. Dat kan ook cruciaal zijn. Ja, dat weet ik. Kap maar terug. Tuurlijk. Oh, die moet goed zijn, man. Ja, tuurlijk, nu. Nu wij. Hup. Naar binnen. 4-1. Bam! Blok. Omtiti, jongen. Om Titi, alsjeblieft, man. Ik voelde hem al. Oh, dit is zo gevaarlijk, hè. Kom op, Mascherano, jongen. Argentinië. Geef hem.
86 minuten, je gaat er naar rechts. Ah! Het is van solo houden. Hoe ver mag hij nog? Oh, nee! Nee! Oh jongens. Nee! Jongens. Je moet je eigenlijk wel respect. Nee, maar grap, wat is dit voor... Waarom wordt hij niet aangepakt, ouwe? Kijk, die Mascherano, die doet maar wat, hè. Oké, nu ga je iets zien, jongen. Parkeer de bus, ja, oké. Kom maar, een solo. Er komt een solo van Messi. Gewoon neerhalen. Leren ze dat bij Ajax, gewoon. Als het deze situatie gewoon zakelijk neerhalen. Tuurlijk. Wauw. Je kan het niet weer proberen met Messi. Ga ik ook doen. Je gaat zien, bam. Goed, achter Zandbeen. We gaan verliezen. We hebben verloren. Eerste keer of... Ja, nou ja, ik... Binnen 90 minuten. Binnen 90 minuten zeker, man. Ah, wat kut. Kut. Gaat. Jongen. 88ste minuut ook gewoon, hè. Sommige dingen gebeuren in het einde van de wedstrijd. Oké, nou ja, Mauro, ik vond het vet tof dat je hier was. Ja, en ik wens sowieso het beste voor de seizoenen die gaan komen. En ik denk dat je er wel gaat komen, man. Ja, kom, toch? Man. Doe mijn best. Is goed, jongen. Ik vond het leuk, ouwe. Thanks, man. Gap. Kan ik weer verliezen, ouwe? Deze is mooi, hoor.